Simsala, simsalabim. Ah, dag lieve kijkertjes. Vandaag een gloednieuwe video, maar niet met Jasper, maar met Jasperine, de waarzegster. Vandaag hebben we apps klaarstaan die de toekomst voorspellen. De eerste app is Magic 8 Ball. Magic 8 Ball is een app die je vragen beantwoordt. Het is wel in het Engels, dus als je niet zo goed Engels kan, dan moet je gewoon aan je ouders of iemand die je kent die supergoed Engels kan, even vragen of dat ze even wil vertalen. Dus je moet eigenlijk aan de bal een vraag stellen en dan heel goed schudden en dan gaat de bal een antwoord geven. Oeh, spannend. We gaan het eens testen. Magic 8 Ball. Ga ik binnenkort een lief krijgen? Oei, I have no idea. Oei, jij heeft geen idee. Ja, het zal waarschijnlijk jou zijn, hè? Wat? Oh, Magic 8 Ball. Ga ik een bekende Vlaming worden? In België, in Amerika, in Australië. Zeg het mij. Count on it. Ja, oké, ik ga even opzoeken wat dat wil zeggen, want mijn Engels is nog niet zo goed, hè. Reken erop. Yes! Yes! Dank u, Magic Ball. Dank u. Oh, Magic 8 Ball. Gaat mijn kat Bruce kindjes krijgen? Want ik wil zo graag opa worden. Zeg het mij. Yes, for sure. Yes! Yes, ik word opa. Yeah! Oei, maar Bruce is gecastreerd, dus dat klopt toch niet? Zeg, huh? Magic 8 Ball. Dat klopt wel niet, hè? Of misschien adopteert hij wel een katje, hè? Dat kan ook. Oh, glazen bol. Wat is de volgende app? Ah ja. Past Life. Met Past Life kan je te weten komen welk dier je in je vorig leven was. Ja, bij mij gaat dat sowieso een pauw of een leeuw zijn of zo. Dat lijkt meer op een kat, Mabbo. Hé, hey, dat kan ook nog. Ja. Ik zie ook nog in mij. Kat. En begin. Wat? Mijn neushoorn? Zeg, ben ik al zo lelijk? Maar ja, wacht, hè, er staat wel... Er mag niks mee in de weg staan. Ja, dat heb je wel gezien, hè. Vlog Labinter, hashtag stories met Michiel, hè. Hij ben al een lamp tegen zijn kop gehad, hè. Ja, maar toch een neushoorn. Ik had eigenlijk niet echt verwacht, maar ja. Misschien toch wat minder koekjes eten, hè. De volgende app is... Orakels en horoscopen. Deze is echt mijn favoriete app, omdat je hierin superveel mogelijkheden hebt. We gaan direct eens kijken, hè. Oké, we gaan beginnen... Met de liefde, de amor, de I love you, de liefde. Oké, gewoon dus de liefde. Oké, hoe zie jij de ander? Grappig, ja. Dat zou nu beter eigenlijk bij mij passen, want ik heb toch een goede humor. Hoe ziet de ander jou? Speels? Ja. Wat is het gezamenlijk thema? Overwinnig. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, mijn liefdesleven ziet er eigenlijk niet slecht uit, maar bij dat laatste had ik wel, met dat gezamenlijk thema, had ik wel verwacht sexy, want dat past toch echt bij mij. Oh la la. Maar goed, oké, op naar het volgende. Ah, ik zie hier nog iets van de liefde. Relatie, orakel. Ah, de liefde, de amor, de je t'aime, I love you. Oké, we gaan dat gewoon spelen. Mijn zwakke plek in de liefde. Wat is dat? Haast en drukte. Ja. En wat is de oplossing daarvoor? Individualiteit. Amai, wat is dat voor een woord? Dat betekent dat ik meer alleen moet zijn. Hé, hey, dat gaat niet door, ze. Steek dat maar ergens waar de zon niet schijnt. Nou. Oké, ik kan echt niet genoeg krijgen van al die liefde. Dus we gaan nog één spelletje spelen. Namelijk Liefde Orakel. Oké, ik ben verliefd op een meisje. Maar... moet ik het aanvragen of moet ik het haar zeggen of moet ik gewoon niks doen? Zeg het mij, please. Doe alsof het al zo is. Dan is de kans groot dat het ook echt gaat gebeuren. Oei, maar moet ik dan al echt doen alsof dat mij lief is? Dat gaat toch raar zijn? Ja, ik ga er even een nachtje over slapen. En ik zie jullie in de volgende video. Dag! Yo, Sarah hier. Vond je het een leuke vlog?
Ja, want als je hierop klikt, dan kan je abonneren op ons YouTube-kanaal. En op onze YouTube vind je nog veel meer leuke video's over Vloglab, K3, de buurtpolitie. Ha, eigenlijk veel te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen, gewoon klikken en abonneren.